Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie iets heel leuks doen. Ik ga in deze video's namelijk roddels bevestigen of ontkrachten. En daarbij heb ik voor jullie ook een mukbang van de Mac. Dus dat is heel erg leuk. Ik zit gewoon in de auto dicht bij mijn huis. Ik heb net Mackie gehaald en ik zit niet meer op de bestuurdersstoel. Want ik dacht, zo is het eigenlijk best wel makkelijk om de video op te nemen. Dus als je heel veel zin hebt in de video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we lekker beginnen. Een tijdje geleden heb ik op Instagram gevraagd of jullie roddels willen insturen. Ik ga eerst eventjes mijn drink en zo openmaken. Dat moet ook gebeuren. En toen heb ik dus aan jullie gevraagd of jullie roddels willen insturen. En toen heb ik wel wat aantal roddels gekregen. Best wel veel eigenlijk. Ook best wel veel dezelfde. En ook al een paar dat ik dacht, jullie weten wel meer dan dat ik weet. Ik vind deze video's altijd heel erg leuk om te kijken. En meestal ben ik ook eigenlijk niet heel erg open in video's. Ik laat natuurlijk mijn hele leven zien. Maar eigenlijk weten jullie nog best wel weinig. En daar heb ik best wel bewust voor gekozen. Ook met werk en allemaal dat soort dingen. Alleen, ik had ook wel gewoon een keer zin om open te zijn in een video. Dus het is niet bedoeld om andere mensen af te kraken of iets anders. Maar ik dacht, het is ook wel gewoon een keer leuk om zo'n video te maken. Ja, en als jullie het leuk vinden, kan ik dat ook vaker doen. Dus moet je me zeker volgen op Instagram. Want daar vraag ik altijd of jullie vragen willen insturen. Wat ik heb gehaald, zal ik even laten zien. Ik heb lekker frietjes gehaald. Laat de eerste al vallen. En daarbij neem ik altijd frietsaus. Dus die zet ik even hier. En ik weet ook dat jullie mijn mukbang video's altijd heel erg leuk vinden. Dus ik dacht, het is ook een beetje saai als ik niks ga doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker Mackie halen. En dan de roddels bevestigen of ontkrachten. Bevestigen is dus dat ik, voor mensen die het niet weten, zeg dat ze waar zijn. En ontkrachten is dus eigenlijk dat ik zeg dat de roddel niet waar is. Of misschien een deel daarvan. Ik heb ook lekker Kim Nuggets gehaald. Heel veel zin in. Het is wel een beetje warm in de auto. Maar ja, het licht is ook niet al te best. Maar het is natuurlijk ook een video in de auto. Oké. Even eentje eten. En dan ga ik de eerste rol erbij pakken. Even kijken waar het leuk is om mee te beginnen. Dat ik veel naar de Mac ga. En dat ik een Mac-verslaving heb. Ja. Ik kan deze eigenlijk wel bevestigen. Het is wel zo dat ik heel veel naar de McDonald's ga. En daar ben ik me ook bewust van. Maar het is ook wel vaak dat ik voor kleine dingen ga. Dus dan haal ik gewoon even een ijsje met vriendinnen of allemaal dat soort dingen. Dus ja, verslaafd vind ik een beetje een groot woord. Want ik zou ook gewoon een hele tijd zonder McDonald's kunnen. Maar soms zijn het wel weken dat het heel veel is. En ja, ik vind het ook gewoon gezellig naar de McDonald's te gaan met vriendinnen. En dan een beetje te filmen en allemaal dat soort dingen. Dus verslaafd vind ik een groot woord, maar ik kreeg deze heel vaak. Oh ja, deze roddel kreeg ik ook heel vaak. Dat ik facings heb of dat ik mijn tanden heb laten bleken. Ik kreeg deze zoveel en ik krijg hier de laatste tijd ook heel veel Insta-DM's over. Ik heb nog nooit wat met mijn tanden laten doen. Ik weet niet of je het nu goed ziet. Ik weet ook niet of het er heel wit uitziet of gewoon normaal. Ik heb vroeger wel een beugel gehad, maar dat hebben best wel veel mensen gehad. En ik heb wel gewoon best wel rechte tanden, vind ik nu. Ik heb verder nooit mijn tanden laten bleken of facings of zo gedaan. Maar ik heb dus zo'n product geprobeerd van Purematic. En dan kan je dus met van die strips kan je tanden een soort van bleken. En dat is dan natuurlijk. En ik vind dat dus heel goed helpen. En daardoor, ja, er was dus een reclame van gemaakt. En die was best wel goed bekeken. Dus daarom waren er ook heel veel mensen die daar berichten over stuurden. Maar ik heb er dus nooit wat mee gedaan. Ik heb alleen die strips dan geprobeerd. Dus dan weten jullie dat ook. En ik vind het heel goed werken. Alleen ik weet niet voor een hoe lange tijd. Dus dan weten jullie dat ook. Er waren ook mensen die vroegen of ik een soort van eerlijk daarover was. Maar ik zou over producten die ik krijg, zou ik nooit oneerlijk zijn. Ik zou altijd mijn eerlijke mening geven. Dus die roddel kan ik ontkrachten. Want het is dus niet waar. Ja. Ik heb echt heel veel trek. De volgende roddel. Deze kreeg ik ook zo mega vaak. En ik snap niet waarom hoor. Ik kreeg de roddel dat ik rook. En deze roddel die kan ik ontkrachten. Want ik rook niet en ik heb ook niet gerookt. Ik heb zelf astma. Dus ja. Voor mij is het sowieso niet slim om te doen.
En wat het ook nog eens is, dat ik het best wel een beetje vies vind. Ik vind het ook heel erg, ja... Vriendinnen van mij doen het ook eigenlijk niet. Nee. En mijn ouders zijn er ook gestopt. Dus ja, ik vind het gewoon echt niet zo heel erg fris. En ik vind het zelf ook niet lekker. Dus ik doe het ook niet met feestjes. En als ik het wel zou doen, zou ik er wel eerlijk over zijn. Ja, dus deze roddel is niet waar. En ik vraag me ook wel af waar die roddel vandaan komt. Omdat het ook niet, denk ik, in mijn vlogs of zo overkomt alsof ik rook. Maar misschien vinden sommige mensen mij daar type voor. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar die roddel is dus niet waar. De volgende is dat ik op zoek ben naar een relatie. Die kreeg ik ook best wel veel. En ik weet niet of ik deze roddel moet bevestigen of ontkrachten. Want het is een beetje half-half. Kijk, op zoek zijn naar een relatie is natuurlijk nooit goed. En je moet nooit op zoek zijn naar een relatie. Want dat gaat gewoon niet werken. Want het moet gewoon vanzelf komen. Dus op zoek zijn is nooit goed. Wat ik wel kan bevestigen is dat ik wel meer een relatietype ben dan dat ik single ben. En ik ben natuurlijk nu al wel een tijdje single. En ja, ik merk gewoon dat ik wel heel erg behoefte heb om een relatie te hebben of om samen te zijn. Ik vind dat gewoon heel erg fijn. Dus ja, dat ik op zoek ben naar een relatie is niet waar. Maar ik sta er wel voor open. Ik ben niet echt een persoon die graag single is of zo. Niet dat ik altijd een relatie heb. Dat is ook zeker niet waar. Maar ja, dat eigenlijk. Nog een roddel. Sommige zijn wat erger, sommige wat minder. Ik heb wel... sommige roddels leken een beetje op elkaar. Net zoals bijvoorbeeld met tandenbleken en facings. Dus dat heb ik dan onder één roddel geplaatst. Want anders dan werd het heel veel. Je wil heel graag uit huis. Want je kan echt niet meer thuis wonen. Nou, deze roddel kan ik ontkrachten. Want ik heb het echt super fijn thuis. En ik heb echt niks te klagen. Maar wat wel zo is, is dat ik graag uit huis zou willen. Ik ben ook wel een beetje op zoek. Een beetje in Leiden. En vriendinnen gaan de laatste tijd van mij ook natuurlijk allemaal op zichzelf wonen. Dus het begint bij mij nu ook wel een beetje te kriebelen. Dat ik denk van, oh ja. Ja. Ik zou op zich ook wel uit huis willen. Maar het is gewoon niet zo makkelijk. En ik zou liever echt een eigen kamer willen. En ik vind het niet erg als sommige dingen gedeeld zijn. Maar het is gewoon niet zo heel lastig. Ja, het is best wel lastig om te vinden. Dus als ik er iemand iets leuks uit in Leiden. Nou, kom maar in mijn DM. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Maar ja. Het heeft geen haast of zo. Maar ja, ik wil wel graag uit huis. Ja. Ik sta er zeker voor open. En deze rol was ook mega vaak opgestuurd. Dat mijn vorige relatie stuk is gegaan omdat hij is vreemd gegaan. Deze roddel moet ik helaas bevestigen. Dit is inderdaad gebeurd. Ik wil er ook niet te veel aandacht aan besteden. Maar ja, dit is wel waar. En ik kreeg het ook best wel vaak binnen dat ik dacht, ik heb het hier nooit over gehad. Dus dat vond ik ook wel bijzonder. Dat mensen dat wisten zonder dat ik het had verteld. Maar ja, dat is inderdaad gebeurd. En ja, ik weet niet zo goed wat ik er nog meer over kan zeggen dan dat ik het kan bevestigen. Dat is natuurlijk heel erg jammer. En je hoopt dat je dat nooit overkomt. Maar soms gebeurt dat, ja. Dus dat. De volgende roddel is dat ik heel erg onzeker ben. Ik dacht, deze sluit op zich wel heel erg aan op die ander. Het is niet per se dat ik onzeker ben. Iedereen heeft natuurlijk wel zijn onzekerheden. En misschien ben ik wel iets meer onzeker dan andere meiden. Maar dat is ook moeilijk te vergelijken. Want je kan niet met iemand anders dat echt goed vergelijken. Ik denk, nou, wat er allemaal was gebeurd, dat ik wel een beetje onzeker was. En dat je naar jezelf gaat kijken van, oh, doe je iets fout? Een beetje op die manier. Maar nu gaat het eigenlijk wel goed. En heb ik niet echt onzekerheden. Soms dat ik wel eens denk van, oh, ik moet echt gaan sporten. Een beetje zo op die manier. Dan zit ik nu bij de Mac, lekker handig. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, ik denk dat elk meisje dat wel heeft. Maar je moet gewoon blij zijn met hoe je eruit ziet. En iedereen is gewoon goed zoals die is. En dat wil ik ook gewoon echt meegeven. Je moet dat echt gaan accepteren. Ik denk dat ik vroeger wel veel meer onzeker was dan dat ik dat nu ben. Goed Nederlands.
Ja, deze kreeg ik ook heel erg vaak. Dat ik een nieuwe vriend heb, maar hem niet in beeld wil brengen. Of dat ik een nieuwe vriend heb, allemaal dat soort dingen. En deze roddel kan ik ontkrachten, want dat is dus niet waar. Ja, zoals ik wat ik net zei. Ik sta er wel voor open, maar ik ben nu ook niet aan het daten. Ik heb nog geen nieuwe jongen in mijn leven. Ja, dat eigenlijk. En ik denk ook wel dat ik er nu al een beetje meer zou op letten of ik iemand op YouTube zou willen zetten. Maar op dit moment, nee, geen nieuwe vriend. En ik hoef hem ook niet per se in beeld te brengen. Dus deze roddel kan ik ontkrachten. Ik kan best wel veel dingen ontkrachten als ik erover nadenk. Er was nog wel een andere roddel dat ik verwend ben. En deze roddel kan ik wel ontkrachten. Ik vind dat een hele moeilijke uitspraak. Want ik krijg best wel veel van mijn ouders. Niet alles, maar ik krijg best wel veel dingen van mijn ouders. En ik weet dat sommige dingen ook normaal zijn en sommige dingen wat minder. Ik krijg in ieder geval geen zakgeld of maandelijkse dingen. Mijn telefoonabonnement wordt dan wel betaald. En ja, ik ben gewoon heel erg blij wat ik allemaal van mijn ouders krijg. En ik zeg dat ook gewoon tegen ze. Dus op zo'n manier denk ik ook niet dat ik verwend ben. En ik werk natuurlijk gewoon elke week. En ik doe daar ook gewoon erg mijn best voor. Ik zou het ook niet erg vinden om meer te werken of minder te werken. En ja, daarnaast doe ik bijvoorbeeld ook oppassen. Dus ja, ik vind niet dat ik alles krijg van mijn ouders en dat ik daarom verwend ben. Nee, zo kan ik het niet noemen. Maar misschien krijg ik wel meer dan andere kinderen. En, maar daar ben ik me wel van bewust. En daar ben ik ook heel erg blij mee. En daar ben ik ook heel erg blij mee en ook heel erg dankbaar voor. Dus dat eigenlijk. Ik zou het wel jammer vinden als het zo overkomt. Want dat is sowieso echt niet de bedoeling. En ja, het is ook helemaal niet goed om je kinderen te verwennen, vind ik. Het is niet goed om je kinderen te verwennen. Natuurlijk is het niet erg om cadeautjes te kopen en allemaal dat soort dingen. Maar het moet nooit te erg worden. Ik denk dat je daar heel goed een verhouding in moet hebben. Deze kwam ook heel erg vaak. En ik wist niet zo goed wat ik hiermee moest doen. Want ik heb natuurlijk mijn werk heel erg privé gehouden. En dat heb ik bewust gedaan, maar er kwam een roddel dat ik bij de supermarkt werk. En deze roddel kan ik bevestigen. En ik heb erover nagedacht en ik dacht, dit kan ik op zich wel zeggen. Ik ga niet zeggen bij welke supermarkt, dat was wel heel vaak gereageerd. Want er zijn ook mensen die dat wel weten. Dat hou ik liever toch privé. Maar ja, het is niet dat ik me ervoor schaam of iets. Maar ik zou het gewoon niet zo fijn vinden als mensen op werk komen. Dus dat heb ik gewoon bewust heel erg privé gehouden. Maar het klopt inderdaad dat ik bij de supermarkt werk. Al een paar jaar. En ik heb daar ook gewoon een vast contract. En ja, als ik klaar ben met mijn opleiding, dan ga ik daar waarschijnlijk weg. Maar ja, ik ben nu gewoon heel erg tevreden met het werk. En ik zeg natuurlijk wel eens dat ik er geen zin in heb. Maar dat is gewoon meer omdat ik gewoon geen zin heb om te werken. Maar ik heb gewoon leuke collega's. En het is prima werk. Het is ook niet te zwaar. En het is goed, ja, goed betaald. Dus ja, nu weet eindelijk iedereen dus dat ik bij de supermarkt werk. En daarom heb ik dus ook dat ik soms maar heel kort werk. Want bij de supermarkt heb je heel vaak shifts van 3 uur of zo. Dus dat valt wel mee. Maar het is nu wel eindelijk een beetje de wereld in. Dat ik kan zeggen waar ik werk. Ik kon het altijd al zeggen, maar ik dacht eerst altijd, ja, het maakt niet zoveel uit. Maar ik kreeg de reactie zo vaak. Toen dacht ik, nou, ik vertel het gewoon. Nog een roddel is dat ik wil afvallen. En deze roddel kan ik wel bevestigen op zich. Ik zou wel graag willen afvallen. Gewoon omdat ik echt merk, ik heb zo weinig gesport. En ik merk gewoon dat ik, ja, gewoon wat fitter wil worden. Dus ja, het is meer dat ik fitter wil worden dan dat ik wil afvallen. Maar ja, ik vind het heel erg lastig om een soort van balans tussen eten en sporten te vinden. En dan zit ik weer met mijn McDonald's dit te zeggen. Maar in het algemeen, ja, ik eet niet heel veel. Maar ik kan gewoon soms echt van die vreetbuien hebben. En ik denk dat mensen dat ook wel herkennen. Dat je gewoon in de avond gewoon allemaal lekkere dingen en zo gaat eten. En dat is gewoon heel slecht om te doen. Dus ik zou wel iets willen afvallen. Maar het is niet dat ik helemaal ontevreden ben of zo. En ja, ik moet daar gewoon even weer een beetje ritme in vinden.
vanaf maandag begint mijn stage en zo weer. Dus ik denk dat er dan wel weer een ritme komt. En dan denk ik dat het wel goed moet komen eigenlijk. Gewoon weer lekker gaan sporten en een beetje op mijn eten letten. En dan moet het wel goed komen. Het is natuurlijk nu ook door corona dat je alleen maar thuis zit. Dus je kan alles pakken wat je wil. En als ik op school zat was dat gewoon heel anders. Mijn vader zag net dat ik in de auto aan het filmen was. Hij denkt waarschijnlijk echt wat ben ik aan het doen. Maar ja, maakt niet uit. Dat ik op dit moment heel gelukkig ben. Hele lieve vraag. Of een soort hele lieve roddel vind ik dat. Omdat ik hoop dat ik dat ook uitstraal. Want ik ben op dit moment eigenlijk ook wel heel erg gelukkig. Dus ik kan deze roddel wel bevestigen. Er was een tijdje geleden natuurlijk... een tijdje geleden was het wel dat ik wat ongelukkig was. En ik denk dat mensen dat ook wel hebben teruggezien in de vlog. Door wat er natuurlijk is gebeurd, wat ik net heb verteld. En ik ben op dit moment eigenlijk heel erg gelukkig. Het gaat goed met school. Ik heb mijn gewoon alles gehaald tot nu toe. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu beginnen aan een nieuwe stage waar ik heel veel zin in heb bij de kleuters. En met vriendinnen gaat het heel goed. Ik zie vriendinnen heel veel. Ik kan eigenlijk gewoon doen wat ik leuk vind. Werk gaat goed, dus daar ben ik heel blij mee. Natuurlijk mijn tatoeage laten zetten, waar ik gewoon heel blij mee ben. En YouTube gaat op zich wel. Ja, het is voor mij gewoon echt een hobby, dus het maakt me ook niet heel veel uit. YouTube gaat wel iets minder, maar ik blijf het gewoon heel erg leuk vinden. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Dus ja... Ik ben op dit moment eigenlijk wel heel gelukkig. Het gaat thuis ook goed en met familie. En dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb denk ik niks om nu over te klagen. Alleen natuurlijk dat je met corona heel veel binnen zit. Ik zou wel willen uitgaan en allemaal dat soort dingen. Ja, dat is wel het enige wat ik lastig vind. Dat je geen mensen kan ontmoeten en dat eigenlijk. Ik moet natuurlijk ook uitkijken met welke rol het beantwoord. Want ik ben natuurlijk ook juf. En... ik kan niet alles beantwoorden. Ik kreeg namelijk ook best wel veel dingen over wat echt heel erg privé is. En ik vind dat ik nu al best wel open ben. Wat ik ook heel erg moeilijk vind. Dus ik denk dat ik sommige roddels ook gewoon echt niet erin kan doen. En ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Maar de meest gestelde, die heb ik er sowieso in gedaan. Ik krijg ook nog heel veel dingen dat ik mijn vorige relatie mis. En allemaal dat soort dingen. Maar dat is dus niet zo. En wat nog meer. Ik krijg ook een roddel. Dat ik heel erg klein ben. Ik weet niet of dat echt een roddel is. Maar ik ben inderdaad wel klein. Mensen verwachten mij wel groter. Ik ben maar 1,62 of zo. Mensen verwachten altijd wel dat ik groter ben. Dus dat vind ik wel grappig. En ik denk dat ik eigenlijk wel... alle roddels die het meest zijn opgestuurd wel hebben beantwoord. Dus ik heb nog een heel klein beetje McDonald's wat ik zo meteen ga opeten. En ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. En als jullie vinden dat ik dit vaker moet doen, dan moet je dat ook zeker even reageren in de comments. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!